Kijk, ik, ik was hier een keer op het hofje met mijn uh, buurtjes een beetje aan het praten over uh, dating en over relaties. En die zei: Ja, je gaat natuurlijk nooit als je die eerste date hebt meteen bij iemand slapen. Ik zei: Nee, natuurlijk niet. Terwijl <laughs> ik het zelf gedaan te... had. Dat was wel lachen. Nou, zal ik het vertellen? Vooruit. Nou, ik ontmoette Pierre op het station in Breda. Dat was de eerste date. Ik kon hem eerst niet vinden. En toen met wat bellen met onze mobiel zag ik hem aankomen lopen. Met zijn mobiel in zijn hand. Ik dacht, nou, dat moet hem zijn. En dat, dat, is, dat is klopte ook met de foto. Dus ik ging er naartoe en zei, oh, jij bent Pierre? Ja, zegt hij. Maar toen ben ik mee naar huis gegaan. En toen is hij naar de Chinees gegaan en eten gehaald. En toen ben ik blijven plakken. En toen raakten we een beetje aan het vrijen. Ja, wij zitten ook gewoon foto's te kijken, geloof ik, en op de bank. En toen uh, <kijkt> raakten ze mij aan en uh, op een gevoelig punt. Uh, <laughs> en toen ging ik onderuit. <laughs> ja, en toen ben ik blijven slapen. En zijn toen zijn we meteen gaan uh, vrijen. Uh, uh, daar waren we al mee bezig. Ja. <laughs> <laughs> dus. Uh, ja, dan kun je zeggen, je, nou, die oude mensen moet dat zo. Dat is het voordeel als je oud bent. Je hebt geen kinderen meer, geen jonge kinderen meer waar je op moet letten. Je hebt geen ouders meer die je terecht wijzen. Je kunt gewoon doen wat je wil. Nou, Pierre, waar zit je? Oh ja, daar hebben we hem. Pierre. Nou, 89 berichten. Hallo, Pierre. We hebben best een hoge score. Dat maakt me benieuwd naar jou. Wil je iets over jezelf vertellen? Dat heb ik geschreven op 8 december. En dan schrijft hij twee achter elkaar. Dan heb ik niet snel genoeg gereageerd en dan schrijft hij nog een verhaal. Maar dan ken je elkaar al een beetje als je zoveel hebt uitgewisseld. Mijn zoon die, die zat op Pike en die had daar een leuke vriendin, die heeft hij nog, nu al vijf jaar. En die zei tegen mij: Van is dat niks voor jou? Dus uh, toen ben ik daar opgezet, heb ik me aangemeld. En toen heb ik ook, nou, ik geloof, ik heb het laatst nog nagekeken, een jaar of drie gedate voordat ik uh, iemand tegenkwam die ik leuk vond. Nou, ik heb uh, me aangemeld op de datingsite samen met een vriend. Uh, om hem mede te helpen uh, ook aan een leuke relatie te komen. Uh, ik heb daar uh, Riet aan overgehouden en hij heeft daar niemand aan overgehouden. En dat vind ik jammer voor hem. Maar ik heb Riet wel daaraan overgehouden. En dat is natuurlijk leuk. Dat gaat zo dat je van de, de Pijksite krijg je een match aangeboden. Dan krijg je dus als het ware een man aangeboden. Of een man krijgt een vrouw aangeboden. Van u hebt een match. En dan kijk ik altijd als ik een match heb. En daar hadden we een vrij hoge score. Dus ik dacht, nou, dan kan ik wel eventjes een berichtje sturen. Ja, Riet was de eerste afspraak uh, op internet. En ik ben daarop ingegaan en het voelde meteen goed. Ik heb vrij snel aan Riet verteld dat ik meerdere uh, vriendinnen had. En daar ging ik dan ook vaak mee om als vrienden. Maar het kan ook zijn dat het iets verder gaat. En dat was voor haar geen probleem. Openheid, eerlijkheid. En daar, daar draait het om. Het is nog steeds leuk. We hebben eigenlijk nooit uh, ruzie. Of ruzie in de zin van onaangenaamheden of kwaadheden. Kijk, als je jong bent dan denk je aan de toekomst van zouden we kinderen willen, gaan we samen wonen, gaan we een huis kopen. Uh, hoe ga je om met je familie? Nou dat is allemaal niet aan de orde. Ik woon hier en Pierre die woont daar. En dan zijn we een paar dagen bij elkaar of een dag. Dat of, vier of vier weken. Of vier weken, het ligt er aan of we weg zijn ja of nee. En dan uh, ja, is het toch ook wel leuk om, om uh, uh, alleen te zijn. Juist. En daar hou je ja. gewoon rekening mee. Je weet als je, als je over de 70 bent, 75 ben ik, een Pierre is 81, dat je dan geen grote toekomst meer hebt. Maar dat die toekomst ik. die je hebt, vanaf nu al, ja, daar geniet je, je van. Uppers.